Deed u als kind aan sport? Ja, zeker. Ik heb altijd gevoetbald. Dat vond ik het allerleukste. Maar soms ook wel wat anders, wat we op school deden, of handbal of atletiek. Maar voetbal vond ik het leukste. Ja? Is het leuk om burgemeester te zijn? Ja, meestal is dat hartstikke leuk en zeker in deze week. Soms is het wat minder leuk, hè. Dan moet ik wat ondeugend volk oppakken. Maar meestal is het hartstikke leuk. En zeker nu jullie er allemaal zijn. Heeft u zelf ook wel eens een keer de Vierdaagse gelopen? Nee, ik heb er niet gelopen en dat gaat ook dit jaar niet gebeuren. Ik sta langs de kans om te juichen van jullie. Vindt u dat niet heel jammer? Integendeel, ik gun het iedereen om 4 dagen te lopen en ik gun het mezelf om 4 dagen te kijken. Nou, hoe vindt u het om zo'n groot evenement in uw stad te hebben? Nou, ik ben super trots. Want kijk, om dat te doen, hè, jullie kunnen gaan lopen en ik kan jullie toejuichen. Er zijn duizenden mensen voor nodig om dat mogelijk te maken. Hè. Niet alleen de mensen van de Vierdaagse. We denken aan al die politiemannen en vrouwen, ziekenhuismensen. Want ja, je moet wel alles voorbereiden. Dus ik ben heel erg trots dat al die mensen dat doen. Wat vindt u ervan dat er zoveel kinderen meelopen? Nou, ik vind het hartstikke leuk. En ook dat jullie zo als groep lopen. Die van mij zijn al net iets ouder. Maar het is leuk, hè? Wie de jeugd heeft in de toekomst. Hè? We hebben jonge wandelaars nodig. Zodat we ook over 10, 20, 30, 40 jaar nog heel veel wandelaars hebben. Okay. Kan je goed Nijmeegs praten? Nee, niet zo goed. Hè? Ik kom oorspronkelijk niet uit Nijmegen, hoor. Maar een beetje wel. Jij wel? Kun jij goed? Nee. Wie komt er uit Nijmegen? Ja, wie komt er uit Nijmegen? Wie kan de Jultje, kan jij Nijmeegs? Wie spreekt de dialect? Niet echt, maar ik kan wel een beetje gewoon wat doen. Nou, wie kan de Nijmeegs? Eén woordje. Eén woordje? Wie kan één woordje? Nijmegen. Ja, Nijmegen. En een heel bekend woord is nullen, hè, zeuren. Nullen? Ja, nullen. Nee, niet nullen, dat is Achterhoeks. Nullen. Nullen. Nou, ik ga er nog op oefenen. Ja, daarom. Hoe lang bent u al burgemeester? Iets meer dan 4 jaar, vanaf mei 2012. Oké. Okay. Hoe kom je op het idee om burgemeester te worden? Nou ja, op een gegeven moment was ik bezig met politiek, vond ik leuk. En ik vond het heel erg leuk om iets met gemeente te doen. Hè. Met gemeente kun je heel veel dingen heel dicht bij mensen, jong en oud, doen. Ja, vroeg of laat ga je dan wel eens denken, hey, burgemeester, om voorzitter van die hele club te zijn. Dat is het misschien en ze wilden me nog hebben ook, dus dat ging goed. Maar je moet net solliciteren als op elke andere baan, hè. Hetzelfde bij elke andere job, dan moet je solliciteren. Wat vindt u nou het allerleukste aan de Nijmeegse? Aan Nijmegen wat ik allerleukste vind? Nou ja, te veel om op te noemen. Ik vind de Vierdaagse heel bijzonder. Maar ook de rest van het jaar zijn er heel veel mooie dingen. Er zijn eigenlijk toch wel de verschillende mensen. Nijmegen heeft heel veel verschillende soorten mensen. En dat maakt het leuk, maar ook wel spannend. Oké, hiernaast u? Is het lastig om burgemeester te zijn? Ah, soms wel, maar ik doe dat heel lang. Want voor ik in Nijmegen was ook al burgemeester. Dus je leert wel natuurlijk een paar dingen oefenen. Net als jullie op school, dan leer je dingen, zo heb ik dat ook geleerd. Maar soms is het wel lastig, ja. Sommige kinderen maakten zich toch een beetje zorgen over de veiligheid. Ja. Is dat terecht? Moet dat niet? Ja, ik ga nooit zeggen wat mensen moeten met hoe ze denken over hun veiligheid. Maar laat ik het zo zeggen. Als je jezelf gek laat maken door wat allerlei mensen zeggen over veiligheid, dan heb je geen leuk leven meer. Dus doe zoals ik. Je moet er serieus mee omgaan. Je moet ook een beetje opletten of je geen gekke dingen ziet. Maar je moet vooral niet je leven laten leiden door angst. Dan heb je geen leven meer. Kun je net zo goed niet komen wandelen, zeg ik maar zo. Heeft u nog tips voor kinderen die zich toch een beetje zorgen maken? Nou, gewoon lekker bij elkaar blijven, wel af en toe eens goed opletten en er ook op vertrouwen. Ik heb samen met politie en anderen, we hebben het echt heel erg goed bekeken. Wij doen wat we kunnen, we kunnen niet alles voorkomen en tegenhouden, maar probeer vooral ook te genieten. Want kijk, nu ga je wandelen, dan kun je best op jezelf letten, het wordt warm genoeg. Dat is veel belangrijker om daar nu goed op te letten dan de hele tijd te denken, oh, daar kan iemand op me afkomen. Want ja, nogmaals, daar kun je beter niet mee lopen als je zoveel angst hebt. En dat moet je niet willen, is toch niet leuk? We gaan er toch een leuke Vierdaagse van maken, toch? Ja, zo is het. Zeker. Jitske, laatste vraag. Woon je nu wel in Nijmegen omdat je hier burgemeester bent? Jazeker, ik woon hier gewoon in Nijmegen, dat hoor ik zo. En dat is ook hartstikke leuk, hè? Om en burgemeester en er ook nog te wonen, dat is net zo makkelijk. Helemaal goed. Applausje voor de burgemeester! Ja, applaus voor jullie zelf, hè, dat zeggen. En heel veel succes, hè, met het wandelen.